Nou, dus even kijken of we kunnen facetimen met de burgemeester. Haha! Dag burgemeester! Dag burgemeester, hoe is het met u? We zijn weer in Nederland. Hey, dag Sinterklaas. Fijn dat u weer in Nederland bent. Ja, we komen elk jaar natuurlijk, dat weet u. Hè. En... Ja, ik hoop alleen burgemeester dat we weer niet van die problemen krijgen, net zoals vorig jaar met die boeven en met het boek. Want dat was gewoon bijzonder vervelend. Dus ja, we zitten natuurlijk al met de coronaproblemen, dus laten we het allemaal niet erger maken dan het is. En ik hoop dat het allemaal goed gaat. Nou, dat hoop ik ook, Sinterklaas. Het is al erg genoeg dat al die intochten niet door kunnen gaan, hè? Nu ik eraan denk, heeft u wel aan de mondkapjes gedacht voor de pieten? Nee. Ja. Oh, ja. Ja, goed dat u het zegt. Ik heb namelijk zelf mijn Sint-mondkap uit Spanje. Kijk, ik zal hem u even laten zien. Kijk, hoe vindt u hem? Ik heb er maar één en hij moet eigenlijk al in de was. Ik heb hem al een tijd op. Ik zal wat extra mondkapjes bestellen. Een goede tip van u, burgemeester. Fijn u gesproken te hebben. Ook zo, Sinterklaas. Ik zal u niet verder ophouden. Succes met de pakjesavond. Ja, dank u wel. En u veel succes met uw taak als burgemeester in deze roerige tijd. Dag hoor. Oh, daar zijn we weer. Dorry, het is me nou 2 jaar op een rij al niet gelukt. Ja. Ik ben elke keer weer gepakt. Ik ben dat nou zo beu, want ik heb zo'n hekel aan dat Sinterklaasfeest. En het gaat echt om dat boek. Dat boek, dat moet ik hebben. Dat is gewoon, ik krijg het gewoon, ik slaap er gewoon slechts van zelfs, weet je dat? Nee, dus ja, dan maar mondkapjes gaan maken. Want... Ja, maar waarom moeten wij mondkapjes gaan maken dan? Jongen, ik heb je ook niet gekozen voor je intelligentie, hè? Nou nee. Moet ik weer uit gaan leggen. Luister nou toch eens een keer, man. Die mondkapjes, die maken we. Kijk, en ik heb een site gemaakt. Even daar blijven, want dadelijk heb je griep. Dat moet ik niet hebben. Kijk, Zie je? Op het moment dat Sinterklaas bij ons bestelt, dan gaan wij die mondkapjes bezorgen. Maar dat zijn hele speciale mondkapjes. Waarom? Ja, dat wil je niet geloven, weet je wat? Kijk. Ja! Er zit ik heb de niespoeder heb ik erin gedaan. Dus dan gaat die ouwe, die gaat niezen. Ja? En dan moet hij naar de dokter toe. En weet je wat die dokter zegt? Nee. Ja, je moet in quarantaine, Sinterklaas. En dat gaat hij natuurlijk doen. En wat doen wij ondertussen? Zeg het eens. Wat? Jongen. Dan nemen we dat boek mee. Oh, en wat gebeurt er dan? Dan gaat het feest niet door. Nee, juist goed zo. Zie je wel dat je het kan. Dat is super slim. Ja, inderdaad. Hang deze maar even op, want daar ben je goed in. En nou opschieten, want we moeten er nog een hoop maken. Een heel wat situatie. Volgens mij werkt het wel, Bob. Nou, moet ik even mondkapjes bestellen. Eens even kijken, hoor. Oeh, dat is goedkoop. Dat is een aanbieding. Mondkapjes voldoen aan alle eisen. Eisen is toch maar een korte ei. Maar mondkapjes voldoen aan alle eisen. Laat ik daar maar bestellen. Ze zijn lekker goedkoop. Ja hoor. Wat is het? Hij heeft ze besteld. Nee. Ja. Jongen. Sinterklaas natuurlijk, dom hoor. Nou hop, even doorrappen, want we moeten er nog veel meer maken. Ja, gaan we doen. Gewoon lekker inderdaad veel erop doen, jongen. Ja, hallo, ik kom eraan, momentje. Dag. Sinterklaas. Ik heb de mondkapjes bij me die u online besteld heeft. Ja, dat is natuurlijk niet niks tegenwoordig. U komt mij... Dacht, wat ken ik u ergens van? Nee. Sinterklaas, doe niet zo mal. Dat kan helemaal niet. Nee, joh. Maar goed, ik heb de mondkapjes. Deze is voor u, dat kunt u alvast proberen. Een topkwaliteit. Maar uiterste de beste voor u gedaan, Sint. Zijn ze goed? Okay. Ze zijn echt enorm goed. Het werkt.
Ah, dat werkt, dat werkt. Oh, in die oude niet zitten. Ik zal het even. Pak eens een drink bellen, dit gaat niet goed. Hallo, hallo. Ja! Hallo, ja. Hallo, ja. Nee, nee, Sinterklaas. Wacht, wacht, ik doe. Ja, ik zet even mijn mondkapje af, hoor. Ja. Hé. Hey. Maar, ja, Piet, nee, hey, momentje, momentje. Pak je Piet. Het is over. Nee, blijf even aan de lijn. Nee, nee, nee. Wacht, wacht even, Piet. Ik weet weer waar ik die pakjesbezorger van ken. Het is die boef van vorig jaar. En die heeft nou weer precies hier mondkapjes afgeleverd. En als je die opzet, moet je niezen. Ja, 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 ja. Toevallig. Ik heb een plannetje. Ik heb een plannetje. Ja, je hoort het vanavond. Ja, dag hoor. Het heeft gewoon gewerkt. Oh, heerlijk. Nou moet ik kijken dadelijk waar dat boek ligt. Want anders is dat natuurlijk nog steeds Sinterklaasfeest. Ik heb wel een plannetje. Ik heb hier namelijk een exacte kopie van het fotoboek van Sinterklaas sinds vorig jaar. We doen er een booby trap in. En we doen er geen niespoeder in. We doen er jeukpoeder in. Jeuk is veel leuk. Jeuk is leuk. Dat gaan we doen. Ja, ja, ik zie het al voor me. Wat zal die krabben, wat zal die krabben. Eens kijken of ze die misschien mee willen nemen. Daar kunnen we nog eventjes handig mee omgaan. Nou, ik ben niet echt een lekkere, zeg. Achoo! Ik heb het echt te pakken. Ik ga maar eventjes even op bed liggen. Achoo! Ik denk dat dat verstandiger is. Even een uiltje knappen. Hij zal waarschijnlijk wel liggen te slapen, maar ik weet niet waar of dat hij dat doet. Dat boek. Dan zit ik klaar. Fijne pakjesavond. Beetje moe. Huh? Is dat het boek van Sinterklaas? Politie! Ja, wat is er? Boef van vorig jaar heeft weer het boek van Sinterklaas gestolen. Waar is hij naartoe gegaan? Hij ging die kant op. Ja, ik ga erachteraan. Politie, nee, blijven! Nee, oh nee. Sinterklaas gestolen. Ik wil graag meerdere eenheden om naar de man uit te kijken, over.